Hoi en leuk dat je kijkt naar Paden met Vee op deze prachtige dag. Iedereen die mij kent, die weet dat ik op sommige gebieden een beetje lui ben. En dat ik ook niet overal evenveel zin in heb en plezier aan beleef als het gaat om huishoudelijke taken. En een van die dingen is het schoonmaken van mijn zadel en van mijn hoofdstel. Ik vind dat zo erg dat ik dat echt maandenlang gewoon niet doe. Gewoon helemaal niet. En op een gegeven moment dan kan het gewoon niet meer. En dan mijn moeder die wordt ook altijd helemaal gek. Want dan mijn teugels zijn helemaal hard geworden omdat ik het gewoon niet doe. Maar ik heb doorheen de jaren wel wat trucjes geleerd om dat wat beter en wat aangenamer te maken. Dus ik wil vandaag jullie laten zien hoe je je zadel en je hoofdstel kunt poetsen als je gewoon echt lui bent en als je het gewoon echt heel erg stom vindt. Dus we gaan naar binnen. Samson blokkeert lichtelijk de ingang, maar dat komt wel goed. En dan ga ik jullie al mijn tips en trucs laten zien om je zadel en je hoofdstel zo snel mogelijk, zo goed mogelijk schoon te maken. Als je bij onze stal binnenkomt, dan zijn er een paar dingen op de achtergrond die misschien een klein beetje gaan opvallen de komende weken tijdens de video's. Dat is dit. Er hangen hier een aantal van die posters en dat zijn coronavirus maatregelen. Dus dit zijn allerlei regels. Dit is waar je je handen desinfecteert als je binnenkomt. Wat moet. Er zijn nog meer van deze posters. Dus het zou kunnen dat je dat opvalt de komende paar weken. Maar dan weet je in elk geval wat het is. Ik heb hier mijn zadel en mijn hoofdstel. En het is heel erg. Mijn zadel is denk ik echt. Ik denk dat ik hem. Nou, voor mijn laatste wedstrijd heb ik hem schoongemaakt. Maar dat is. Dat was denk ik in februari. En nu onderhoud mijn hoofdstel en daar wil ik niet eens over praten. Dat is zo erg, daar wil ik niet eens over praten. Ik heb hier ook een aantal producten liggen. En ik weet dat als je niet heel veel paarden hebt, dan heb je misschien niet al deze spullen. Dus ik heb ook voor elk product wat ik straks gebruik, een soort van dagelijkse vervanger. Wat je misschien wel in de keuken kan vinden of gewoon in de supermarkt kan vinden. En wat je dan kunt gebruiken. Dus laten we beginnen. Ik heb er zo geen zin in. Ik vind het ook al is het zo snel. En kan ik het echt binnen 5 minuten. Ik vind het zo erg om te doen. Zo erg. Voordat ik begin even een kleine disclaimer. Ik heb heel lang geleden, echt heel lang, echt een van mijn eerste paardenplaat video's. Heb ik een video gemaakt hoe je je zadel en je hoofdstel moet schoonmaken. En ik heb ook een video gemaakt hoe je je hoofdstel helemaal uit elkaar kunt halen om echt elk hoekje en gaatje schoon te maken dat die echt goed schoon is. En om heel eerlijk te zijn doe ik het denk ik 2 keer per jaar op die manier. Maar dat is best wel veel werk. En als je veel je spullen gebruikt, dus je zadel en zeker je hoofdstel, dan moet je het gewoon vaker schoonmaken. En er zijn ook stallen die elke keer, na elke rit, hun hoofdstel schoonmaken. Dat doe ik niet, maar ik maak het wel vaker schoon. En deze routine die ik nu ga laten zien is echt super snel om het gewoon een beetje te onderhouden. En dit is niet per se de allerbeste manier om het zo diep mogelijk en uitgebreid mogelijk schoon te maken. Dan moet je echt naar die andere video's kijken. Dit is gewoon voor tussendoor super snel als het even schoon moet. Maar je hebt niet zoveel tijd of je hebt niet zoveel zin, zoals ik meestal. Maar je moet toch een beetje voor je spullen zorgen. Dus ja, als je echt een goede uitgebreide deep cleanse routine wil zien, moet je naar die video's kijken. En als je zegt, ik ben lui, ik wil gewoon even voor tussendoor zien hoe je dat snelst het beste doet. Dan is dat deze video. Ik ga beginnen met mijn hoofdstel. En ik heb nu dit hoofdstel genomen, want dit is degene die nu het meest vies is. Om jullie allemaal te laten zien. En ik vind het handig als je hem dan op ooghoogte hangt. Want dan kun je gewoon net even wat makkelijker werken. En ik ga jullie zo laten zien waarom ik hem hier hang op de spuitplaats. Wat ik ook heb is dit. Dit is een haak. Die komt gewoon van de Ruitersportzaak. De sticker zit ergens nog op. Hier kan je ook heel makkelijk je spullen aanhangen. Kun je ook verschillende hoofdstellen doen. Wat je moet schoonmaken. Kan je hem hier aan ophangen. En hoef je ook niet elke keer zo te bukken. En elke keer zo dat hoofdstel vast te houden. En er beneden te hannesen. Wat je ook heel goed kunt doen. Is zo'n deurhaak. Dus zo'n haak die je kunt gebruiken om je badjassen bijvoorbeeld aan op te hangen. Die je dan zo aan de bovenkant van de deur maakt. En dat je dan hier zo'n haak hebt. Dat kun je ook super goed gebruiken. Want dan hangt die gewoon ietsjes hoger. Dan hangt die gewoon vast. En dat is zoveel makkelijker dan als je hem gewoon op zo'n normale haak hebt hangen. Waar die half op de grond bungelt. Dat is echt super fijn. Ik heb nu mijn hoofdstel hier hangen met mijn teugels op de grond. En de reden dat ik dat heb
is eigenlijk een beetje de schuld van Halloween. Want Halloween zweet ongelooflijk veel. Die heeft echt last van overmatig zweten. En dat doet hij ook altijd. In de zomer, in de winter, of je kort rijdt of je lang rijdt. Hij zweet altijd heel erg veel. En dan krijg je ook van dat witte schuim. En ik krijg dat super vaak als reactie op foto's of op filmpjes. Van wat is dat witte op zijn nek? Dat is gewoon zweet. En als hij zweet op zijn nek heeft en de teugels gaan er langs, dan schuimt dat op. En dan krijg je wit soort schuim. Dat witte schuim, dat blijft ook zitten op je teugels. En dat is dus ja, een soort van zout water, want het is gewoon zweet. Dat is het allerslechtste voor je leer, wat je maar kan bedenken. Want het is zout en het droogt heel erg uit. Wat ik dan altijd doe om dat eraf te halen direct na het rijden, is niet per se iets wat heel erg super goed is voor je leer. Je kan het doen op mooiere manieren, maar het is wel zoals ik het doe. En dat is even afspoelen met een slang. Ik doe echt alleen mijn bitten en mijn teugels. En ook echt alleen als het helemaal wit is en helemaal bedekt is en ik eigenlijk ja, een soort van soep van kan koken. Dan doe ik het afspoelen met de slang. Wat je ook kunt doen is even met een vochtig doekje er langs gaan. Dat is iets minder impact, want dan zit je er niet echt met water op. Want water droogt ook een beetje uit. En als je echt heel goed bezig bent, dan heb je van die lederdoekjes waarmee je dat kan schoonmaken. Dat duurt alleen iets langer. En ik ben gewoon lui, dus ik doe het zo. Dus ik heb het nu even gewoon voorgedaan hoe ik dat dan doe. Maar normaal gesproken doe ik dit echt alleen direct na het rijden als alles helemaal onder de witte schuim zit. Ik ga hem nu even ergens anders hangen, want het is hier helemaal nat en dat vind ik vervelend. Wat je als eerste nodig hebt voor het goed schoonmaken van je hoofdstel en van je zadel zijn sponsen. En ik koop gewoon altijd zo'n pak bij de Action. En dan liever niet deze grote. Er zijn mensen die zijn helemaal gek van deze. Ik was hier wel mijn paarden mee, maar ik vind dit voor mijn hoofdstel en mijn zadel niet handig. Want je kan niet in die hele kleine vakjes ermee. Dus ik heb altijd van deze, van die mini sponsjes die je dan in zo'n pakket met echt 10 of 12 van die felgekleurde sponsjes. Dan kun je dat gewoon kopen bij de Action. Ik denk nog geen euro of zo. Dus sponsjes heb je nodig en zadelzeep. En dit is iets waar heel moeilijk een vervanger voor te vinden is. Dus als er iets is wat je echt moet kopen van deze producten, dan is het zadelzeep. En het is op basis van glycerine, dus ik denk dat je zal daar wel iets mee kunnen doen dat je een soort van DIY't. Ik ga het wel eens uitzoeken of je zelf zadelzeep kan maken. Maar voor nu heb je het gewoon echt nodig. En je hebt verschillende soorten zadelzeep. Dit is zadelzeep in een potje. Dus dan draai je gewoon het deksel eraf. Hier zit zadelzeep in, er zit ook nog een sponsje in. En zadelzeep is een soort geelachtig, doorzichtig goedje. Een soort gel, maar het is wel hard. En het voelt een beetje net als echte zeep. Het is iets plakkeriger misschien, maar het voelt een beetje als echt zo'n blokje met zeep. En dat is wat je gebruikt om je leer schoon te maken. Dit maakt het schoon, maar hier zitten ook al voedende bestanddelen in. Dus hiermee voed je leer en verzorg je leer ook al. Dan heb je ook nog zadelzeep die er zo uitziet. Dit is in een bar, in een soort stick. Dus dit kan je hier uitschuiven. En dan heb je hier zo'n bakje, zo ziet dat eruit. En dan kun je gewoon met je spons kun je hier zo overheen gaan. Ik ga nu voor deze zadelzeep en dit is mijn favoriete zadelzeep, puur omdat hij gewoon in zo'n bakje zit. Dekseltje erop draaien, het sponsje bewaar je gewoon, huppakee erin en je kunt hem elke keer pakken, gebruiken, gewoon klaar. Voordat je begint moet je net als bij echte zeep ook een beetje water gebruiken, anders dan werkt het wat minder goed, want dan heb je gewoon die droge zeep en dan gebeurt er niks. Dus ik ga dit nat maken en ik neem gewoon die pot mee, zo, naar de kraan, huppakee, en dan doe ik de kraan aan. Zo, dan ga ik gewoon met die hele pot er doorheen. Huppakee, even nat maken. En het water eruit. Ik heb hier mijn hoofdstel hangen. Jullie staan echt op de bakrand op een pot met hoefvet. Er is geen andere camera mogelijkheid dan dit. Ik ga nu mijn hoofdstel doen. Super snel. Wat ik dan doe is gewoon mijn sponsje door mijn natte zadelzeep heen. En ik haal hem even overal langs. Ik doe het super snel. Ik ga kijken of ik het echt zo snel mogelijk kan doen. Een soort van wedstrijdje. Oké, 1, 2, 3. Go!
done. Hij is, hangt er een beetje zielig bij. Ik heb alles netjes gepoetst met zadelzeep. Gewoon heel snel. En dan goed opletten dat ik de buitenkant heb gedaan. Maar ook de binnenkant heb gedaan. Ik heb de binnenkant van mijn frontriem hier zo wel schoongemaakt. Want dit zit natuurlijk gewoon op zijn, ja, op zijn huid, op zijn haar. De buitenkant heb ik niet gedaan. Dit zijn namelijk de steentjes. En die zitten er vaak ingeslagen of ingelijmd. Er komt ergens ook vaak wel een beetje lijm aan te pas. En die lijm die kan loslaten als je daar zadelzeep op doet. Bovendien gaat de glans van de steentje er dan af. Dus die heb ik met rust gelaten. En ook de lakneusriem, hier zo. Daar heb ik nu nog niks aan gedaan. Want dit moet met water of met speciaal spul voor lakleer. Als je hier met zadelzeep overheen gaat, dan gaat de glans eraf. Wat ik nu doe is dat ik met een handdoek met een beetje water, kijk, puntje nat gemaakt, ga ik even hier de viezigheid van afhalen, gewoon met water. En ik doe eigenlijk alleen voor wedstrijd of tijdens grote schoonmaakbeurten dat ik dit echt helemaal met speciaal lakleerspul doe. Mijn neusriem is weer schoon. Hij glanst weer helemaal. Je kunt mij zien trouwens met de camera erin. Kijk, moet je zien. En ook mijn steentjes zijn weer helemaal glanzend. En dan is mijn hoofdstijl klaar. Dus dit is echt super snel voor tussendoor. Soms wil ik voor mijn hoofdstijl toch nog iets extra's doen. En dan voornamelijk voor mijn teugels. Want dat is hetgene wat echt heel veel te verduren krijgt. Ook met dat zweet. Tuurlijk zweet je ook wel op zijn hoofd. Maar zeker mijn teugels, die krijgen gewoon echt heel veel te verduren. En wat ik dan meestal doe, is of een leder balsem. Dat is dit. Dat is een soort zalfje. Je kunt het een beetje vergelijken met vaseline. Kijk, ik zal het een klein beetje eruit halen. Dit. Dat is een soort zalfje. En dit zijn allemaal hele hoogwaardige balsams en olieachtige structuren. Er zit ook bijenwas in. Daar ruikt het ook echt naar. En dat kun je gebruiken om een beetje extra te voeden. Dus als je merkt dat je hoofdstel plekjes heeft of je teugels die echt heel erg uitdrogen, dan kun je dit een beetje extra op die plekjes doen. Hoef je niet je hele hoofdstel mee te doen. Dat kan je dan doen tijdens de grote schoonmaak. Wat ik ook heel graag gebruik is lederolie voor droge plekjes. Dit kun je gewoon zo kopen. Maar er zijn ook allerlei alternatieven. Want de ingrediënten van lederolie zijn heel vaak amandelolie, sojaolie, avocadoolie. Dus als je dat soort olieën kunt vinden in de natuurwinkel of in de supermarkt, dan kun je dat ook best wel gebruiken om af en toe een keer je leer in te vetten. Het hoofdstel is dus klaar en dan is het over een tijdje weer tijd voor mijn grote schoonmaakroutine waarbij ik alles uit elkaar haal. Maar dat is nu nog niet, dus het was nu echt super snel. Dit is binnen 5 minuten. Kom op, dit is echt binnen 5 minuten. Dit kan iedereen. En dan is het nu tijd voor mijn zadel. En die heb ik hier. En waar ik dan mee begin is met een harde borstel. Dit is eigenlijk een hoevenborstel, maar dit is de hardste borstel die ik heb. Dus dat is wat ik nodig heb. En dan begin ik altijd met het schoonmaken van mijn beugels. Ik heb speciale beugels. Dat zijn deze. Die zijn gevormd naar je voet. Ze zijn extra breed en ze zijn voorzien van een soort spijkerbed ding. Dit is ook best wel scherp om hier aan te zitten. Kijk, zo ziet dat eruit. Maar het nadeel ervan is dat er wel best wel veel zand en viezigheid aan blijft zitten. En dat zie je onder andere hier. En voor nu zijn ze echt extreem schoon. Meestal zijn ze veel viezer. Als ik mijn beugels heb schoongemaakt, dan ga ik aan de slag met de rest van mijn zadel. Dit is suède-achtig materiaal. En dus dit is echt, ja, dit is zacht. Dit is eigenlijk gewoon stof. Dus dit kan ik niet doen met zadelzeep. Ik doe ook nooit de achterkant met zadelzeep, want dit is allemaal lakleer, net als van mijn neusriem. Dit is allemaal lakleer, dat doe ik niet. Hiervoor op zit lakleer, dat doe ik niet. Dat doe ik gewoon met water. Dus het enige wat ik hoef schoonmaken is dit. En dan mijn zweetblad en mijn beugelriemen. Het is belangrijk dat je zelf ook even goed kijkt naar welk soort zadel je hebt, welk soort materiaal. Mijn leer is namelijk buffelleer. En dat betekent dat het buffelleer is, maar het betekent ook dat het van zichzelf heel veel olie heeft. Dus toen ik de zadel net had, had het ook een andere kleur dan nu. Want dat leer heeft heel veel olie. En als je dat dan gaat gebruiken, dan komen die olieën komen een beetje vrij en dan verandert het van kleur. Maar dat betekent ook dat dit leer van zichzelf al heel vet is. Dus dat je het niet super mega erg hoeft in te vetten, want het is al heel vet. Dus invetten doe ik eigenlijk niet echt, zeg maar, voor mijn snelle routine. Ik gebruik eigenlijk gewoon alleen zadelzeep. Als ik
klaar ben met mezelf zeven, dan kom ik weer met mijn handdoek met het natte puntje. En dan ga ik langs al die deeltjes van lakleer en alle delen die ik eigenlijk niet met zadelzeep kan doen. Gewoon om de viesheid eraf te halen, de stof eraf te halen en om het weer mooi te laten glanzen. Ik heb ook van die steentjes achter in mijn zadel, dus dan ga ik daar ook altijd even mooi weer langs. En hiermee doe ik dan ook die stoffige gedeeltes, dus die suede gedeeltes, heel voorzichtig af. Wat ik net even vergeten laat zien, als je je zadel schoonmaakt, gewoon het zadelzeep, heel veel mensen vergeten dat je ook de onderkant van je zadel moet schoonmaken. Dat hoeft echt niet elke week, elke keer. Maar je moet wel zorgen dat je dat regelmatig een keer meeneemt. Want de meeste mensen die vergeten dat en doen dat dus nooit. Als ik dan klaar ben met mijn zadelzeep en met mijn natte doekje, dan kies ik nu wel, eigenlijk altijd, ook als ik even snel iets schoonmaak, voor of een lederolie of een lederbalsem. Ik ga vandaag voor de lederbalsem en wat ik daarmee doe is dat ik mijn beugelriemen daarmee invet en mijn singelstoten daarmee invet. Dat zijn de twee dingen die voor mij het meeste slijten. Zeker je singelstoten moet je echt goed onderhouden en ook als je even snel een doekje er langs haalt, alsjeblieft doe even een beetje vet op je singelstoten. Dit is degene waar echt heel veel druk op komt te staan. Want hiermee singel je je paard aan. Deze moet je ook met enige regelmaat vervangen. En je kunt dus zeg maar zien bij mij. Want bij mij moeten er binnenkort weer nieuwe op. Kijk, dit is een gewoon gaatje voor mijn singelstoot. En dit is het gaatje wat ik het meest gebruik. Die zijn helemaal uitgerekt. En als je niet goed je singelstoot, je leer verzorgt, dan scheurt zo'n gaatje heel snel door. Dus dan scheurt dit echt en dan heb je gewoon één groot gat. En het gebeurt ook wel eens bij slecht onderhoud dat ze afbreken. Dus dan breekt dit gewoon en dan is heel je singel eraf en dan val je van je paard. Ik heb de camera, jongens, tussen mijn knieën geklemd in de hoop dat ik kan filmen hoe ik dit invet met balsem, maar hij gaat binnen nu en een seconde uit mijn voeten halen. Oh, daar gaan jullie, excuseer. Hij is netjes schoongemaakt. Ik heb de riempjes ingevet en ik ga hem nu zo weghangen. Dus ik ga niet het beugel opsteken, want het is helemaal ingevet, die riempjes. En wat het beste is als je dit doet nadat je hebt gereden, dus dat hij een hele dag, nacht en een dag kan drogen totdat je morgen weer gaat rijden. Of als je bijvoorbeeld weet dat je paard morgen een dagje vrij heeft, zodat je niet zadel gaat gebruiken. Want dan heeft het gewoon even de tijd om in te trekken, zeker dat vet. Even samengevat, de snelle schoonmaakroutine voor uberlauwe mensen. Gewoon voor tussendoor als je echt maar één keer per jaar de tijd neemt om je zadel schoon te maken in je hoofdstijl. Wat heb je nodig? Sponsjes van de Action en een oude handdoek. Dit heeft iedereen denk ik wel. Wat je echt wel moet kopen in een paardenwinkel of gewoon online bestellen is zadelzeep. En als je iets wil om extra in te vetten, dan kun je een lederbalsem of een lederolie gebruiken. Maar dan kun je dus ook zelf kijken of je een natuurlijke olie kunt vinden die je dan kunt gebruiken om in te vetten. En dit is echt super snel. Ik weet dat ik het vaker moet doen en elke keer als ik het dan gedaan heb, dan denk ik, dit heeft me echt letterlijk in totaal alles bij elkaar misschien 7 minuten gekost. Het is nul werk, je hebt echt nul dingen nodig, maar het is gewoon het ding. Het is gewoon eraan beginnen waarom ik het heel vaak niet doe. Dit is dus wel mijn snelle routine. Als je iets wil wat nog sneller is voor echt de allerluiste mensen op aarde, dan moet je even kijken naar dit. Dit zijn niet de goede doekjes. Er zijn namelijk babydoekjes. Dit zijn gewoon babydoekjes. Dat geen babydoekjes zijn, maar dat zijn babydoekjes voor leer. Dus hier zit een soort van zadelzeep / leerschoonmaakspul in. Kun je vinden in de meeste paardenwinkels. En je kunt het geloof ik ook wel bij de Action vinden. En gewoon online bestellen. Dit zijn dus gewoon babydoekjes. Zo zien die eruit. Dit is even een echt babydoekje, maar ze zien er precies hetzelfde uit. Dat is gewoon zo'n doekje. Hier zit dan speciaal leerschoonmaakspul in. En hiermee kan je even razendsnel langs je hoofdstel in je zadel. Echt voor de simpelste vlekken, zeg je dat zo? Ik denk het wel. Voor de simpelste vlekken. Gewoon om even snel weg te halen voor de mensen die echt, die zelfs hier te lui voor zijn voor deze uber quick routine. Dus ja. Dat was hem jongens, mijn ubersnelle schoonmaakroutine voor je zadel en je hoofdstel met weinig producten en weinig tijd voor de allerluiste mensen. Als jij nu ook een goede tip hebt voor het schoonmaken van je producten, hoe jij dat normaal gesproken altijd doet, deel het dan in de comments. En laat me ook even weten of jullie het leuk zouden vinden als ik zou uitzoeken of je zelf DIY zadelzeep kan maken. Want dan ga ik dat natuurlijk voor jullie doen en ook voor jullie opnemen. Heel erg bedankt voor het kijken, geniet van het weer en ik zie jullie volgende week weer. Doei!